Is YouTube nou de enige video-sharing-site waar je businesswise gezien moet worden? Zijn er ook geen andere die je zou moeten gebruiken? Als je moet kiezen, wat vrede dan ook, zou ik zeggen: Ja, YouTube. YouTube omdat Google is eigenaar van YouTube. Ze hebben er in het verleden veel geld voor betaald, dus die, die twee zijn vriendjes. <laughs> en Google, Google zegt ook: Als je een video maakt, nou, dat heeft een bepaalde relevantie. Want ja, een video maak je ook niet zomaar. Een tweet of een Facebook-post is over het algemeen iets makkelijker. Dat helpt je in je ranking. Dan zijn er zijn natuurlijk meer sites als YouTube. Vimeo, Dailymotion, BlipTV, Metacafé, nou, nog veel meer. Vimeo is bijvoorbeeld een, een video sharing site die over het algemeen meer gezien wordt voor, voor creatieve video's. Een deel van mijn video's staan daar op, maar op het algemeen, business-wise, gebruik ik bijna altijd YouTube. Nu kun je, als je dat wil, met één upload al die plekken te zien zijn, inclusief sociale media. Er zijn namelijk sites die dat voor je regelen. Dan moet je wel eerst overal accounts hebben. Dat moet je daar de plekken dan steeds regelen. YouTube, Vimeo en al die andere. Als je eenmaal die ene site, die, die tussenpersoon zeg maar, bent, dan kun je voortaan je video uploaden en aangeven: kunnen we meteen daar zien, laten zien en daar en daar en daar en daar kun je aankrijgen. Zo'n site is bijvoorbeeld OneLoad.com. Vroeger uh, TubeMogul, nu oneload.com. Maar ook een, een HeySpread he e daar kun je dat doen. Ze hebben, geloof ik, wel uh, trials of, of gratis abonnementen die dan heel vrij beperkt zijn qua mogelijkheden. Over het algemeen zijn het uh, abonnementsvormen, maar dan moet je even kijken wat precies bij je past. Maar dat zou dus een optie kunnen zijn als je zeg maar helemaal vol ervoor gaat. Succes!